Game Session, de gamecompetitie van Mercurius. Vier spelers strijden elke aflevering tegen elkaar om aan het eind van het seizoen de nummer 1 te zijn. Elke aflevering nemen de spelers het tegen elkaar op in een andere game. Deze games zijn niet van nu, maar van toen, gespeeld op deze krachtige console. Vier spelers gaan het opnemen in de raceklassieker uit 1997, Micro Machines. Micro Machines is een racegame met speelgoedautootjes waarbij je moet racen op huishoudelijk terrein. Als de speler uit het scherm valt of van de tafel af, verliest hij een leven en krijgt de andere speler er eentje bij. Als alle bolletjes in één speler zijn kleur zijn, wint deze speler. Als de rondjes zijn gereden, wint de speler met de meeste bolletjes. De vier spelers die je tegen elkaar gaan opnemen. In de eerste battle van dit seizoen neemt Sander het op tegen Sonny en Joost tegen Remco in de eerste ronde. Ik zo. Sonny tegen Sherry. Nou, geweldig. Een appel. Sherry is geen appel. Ik zeg waarom geen appel? Oh. We gaan deze ding, we gaan hem rocken. Ik ga deze dingetje doen. Check deze lijpen. Ik ben gewoon Sonny. Awoom, pala. Driehoekje is jumpen. En rondje is. Wat is rondje dan? Rondje dan. Met rondje ga je speciaal wapens uitdelen. We gaan mooi die bolletjes. Jongen, waar. Waarom ga je altijd zo ver naar voren? Met X dan dat doe je dat toch? Ja, welke ben ik? Oh, je ziet helemaal niet weg, helemaal niet. Nee, je moet ook goed kijken, weet je. Het is een drie toontjes. Ah, jongen. Jongen, jij kan niks. Kijk mijn prijs. Ik ben hier toch, ik ben geel, joh. Kijk, hier. Ja, weet ik. Oh. Ah, nee. Ja, jij kan echt niks. Oh, shit. Hoe doe jij het? Geen eerste. Wat in de wat gebeurt er? Hurry up. Oh, die auto daar doorheen valt. Wat? Wie ben ik? Ik ben Rob. Ja, ik ben Rob. Oh, ik dacht dat ik met jou nog eens die. Oeh. Oh nee. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar. Kom nu. Kom! Nee, ik ben rood. Ja. Oh shit, dat ik ook was. Nee, ik ben rood. Jij bent blauw. Ik sta nu. Oh, we staan nu gelijk. Door die polletjes. Nee. Oh. Ah! Op. Jij. Nee! Oh! What the fuck? Ja! Nee! Alleen omdat ik van het tv afgebord, hè? Hey, what the fuck? Oh shit. Ja, ik ben echt gelijk een kutspel, hè? Nou. Ik had hem bijna aan het winnen. Kijk, weet je, het is gewoon een beetje niet. Oh, dat ben jij. Ja joh, ik ben Oh shit, ik denk dat. Dan stuur ik de hele tijd de foute auto. Kijk, nu kom ik gewoon terug. Oh, nee. We staan anders gebouwd. Yes, yeah, oh, dude. Yes, oh. Oh shit. Okay. Let's go. Oh. Wat nou als al die bolletjes van mij vol zijn bij de komen? Zijn alle bolletjes wel? Heel spannend. Huh? Ah. Wat deed jij? Special attack. Nee! Oh! Nou, ik kan er gelijk van. Ja, dit is echt een combat.
Wauw, waarschijnlijk niet. Hey! Huh? Ja. Oké, ik win. Sowieso. De gelijk over de finish. Yes, gewonnen. Oh ho. Goed gespeeld, man. Sander en Remco hebben door deze ronde 3 punten. Sonny en Joost blijven steken op 0 punten. En zo beginnen we aan de tweede ronde, waar Sander het tegen Joost opneemt en Sonny tegen Remco. Kunnen Joost en Sonny deze ronde punten bemachtigen? Laten we doorgaan naar ronde 2. Alright. Ja, ik weet niet welke wij doen. Maar... Nee, ik wel. Oh shit. Wij gaan strijden tegen elkaar. School rules. Omdat ja, school... School dat, rules. Oh ja, omdat er zo'n pen in één keer zo... Oh, ja, maar school rules toch? Ja. Oké, deze. Nee. Ja, niet die we al hebben gespeeld. Want nee, je bent een voordeel. Deze. Nee, dat weet hij al. Nee, die heb ik nooit gedaan. Serieus. Nooit dat hij vet is. Daarom, dus noem maar niet. We gaan gewoon eentje... Ik ga wel verder kleuren. Ik ga hem bedoren. Welke ben ik? Oh, ik ben niet witte. Oh shit, die lineaal. Wat ben ik nou? Okay. Jij bent er in wit. What the fuck, oh, er is geen routebeschrijving hier. Hoe zien die stenen dan? Ah, die keer! Shit. Oh. Oh yes, I'm winning. Dit wordt een kort potje ja, voor mij. Nee. Ja, dit nee. Wordt een heel kort potje. Ja, drie keer achter elkaar. Ja. Maar vier keer gaat hij verkeerd uit. Zonder buis. Gewoon, nee. Yes, huh? Ja, jij rijdt te langzaam. Oh, dan, oh, oké. Okay. Je moet niet uit het beeld gaan, je moet met me meegaan. Oh, wat is dit stom? Oh. Nee! Oh, bonus. Ja, nee, maar je hebt wel maar 2 puntjes, hè, dus. Ja. Oh. Ja, een bal gewoon goed is. Ah, dat vind ik echt ik net. Ik heb niks, man. Dat vind ik net. Nee. Kijk een hert. Nee! Oh. Wat ook kan dat? Jij gaat buiten de baan! Waarom ben je hier zo goed in? Jij hebt gewoon vaak gespeeld. Nee. Jawel. Jawel. Hallo, wie speelt er nu op de PlayStation tegenwoordig? Oh, check out the jumper. Hoppakee. Oh shit. Oh. Je ziet hier ergens geen pad, man. Ja, maar die moet je ook. Ja, die moet je voelen. Het gaat het zo goed, joh. Ga er maar opletten, jongen. Waar ben ik? Waar ben ik? Bonus? Oh, hij komt terug. Wow. Ja. Walder is back. Ik stress me echt, ik moet het winnen. Kijk even voor die buis. Oh, fuck. Dus ik wist dat de zwembad daar kwam. Want ik jou er gewoon uit. Winner! High five! Oké, ja, goed gespeeld. Dank je. Ja, want ik kan ook niet meer zeggen. Wauw. Ah, misschien heb je helemaal niet eens goed gespeeld. Misschien heb ik gewoon slecht gespeeld. Nee, kom op. Ah, oh, fuck. Yes! Oh! Close up. High five. Dacht je dat? Sander had geen problemen met Joost, die nog niet echt feeling heeft in het spel. Sonny tegen Remco was een nek-aan-nek race die uiteindelijk toch is gewonnen door Remco. Sander komt door de uitslag van de tweede ronde op 6 punten en Remco komt eveneens op 6 punten. Joost en Sonny weten nog steeds geen punten te bemachtigen. We gaan door naar ronde 3, waarin de winnaar van deze aflevering wordt beslist. Sander en Remco, die beide op 6 punten staan, moeten het nu tegen elkaar opnemen voor de eerste plaats van deze aflevering en het begin van het seizoen. Joost moet het opnemen tegen Sonny. Ze kunnen de aflevering niet meer winnen, maar strijden nog wel voor de eerste punten in het totaalklassement. Laten we snel kijken wie de eerste aflevering gaat winnen. Ik denk nee, shit. Even kijken hoor, die bussen, waar staan die? Welke bussen? Oh, je kan ook met een bus rijden. Ja, ik heb een bus. Want het kan deze schieten wel. Thanks a lot! Wat is hier speciaal aan deze baan? Dankjewel, ik weet niet. Ik speel hem nu ook voor het eerst. Maar hoe vaak heb jij al gewonnen? 2 keer. Ik ook. Dus dit is de battle of the... Dit is gewoon wie koploper wordt van de competitie. Ja, inderdaad. Ja. En waar kom je dan terecht? In lava. Oh, je moet... Weet toch wel dat het lava is naast me?
Oh, dat is een leuk trucje. Dus ik ga gewoon wachten tot jij in het water valt. Oh, ja. Volgens mij kunnen we knallen met deze tank. Zo ziet het er wel uit. Ja, dus. Wie ben ik? Ik ben Rood. Oh shit, wat heb jij dan? Een hamertje toch. Wat moet je met een hamer? Als je één keer in mijn buurt komt. Huh? Nee! No! Bonus! Oh ja, wat krijgt heet hier van man? Nee! Ga weg! Oh, wat doet die camera? Nee! Die doet. Oh. Ja. Holy shit. Nee. Gaan we. Ah, kut. Nee. Ah, damn it. Ja. Waarom ligt er geld op die poeltafel? Leg mij dat eens uit. Omdat het zijn het gokken. Gokken. Holy shit, zo'n mijn nizzel. Dit is iemand heel geconcentreerd. Ja, ik moet echt concentreren. Ik moet even winnen. Ik wil het gewoon even winnen. Weer het lava, ik leef het gewoon niet. Kijk op de ring, dit is het altijd. Ik trap me gewoon weer in, iedere keer weer. Hey, ik heb iets speciaals. Nee, shit. Nee. Oh shit. Oh, tegelijk. Rem. Oh, stom. Help ik je nog? Ja. Zeg ik rem? En dan... Nee, maar dat moet je niet doen, want daar kan ik niet over. Oké. Okay. Holy shit. Oh, ik viel er bijna. Ja, ik ben al. Gassen. Oh shit. Ja, toe nou! Oh, dat is er lang. En laat eens. Zijn. Moet wel op pad volgen, hè? Oh, ik dacht dat je totaal ergens anders lang. Ja, maar weet je, jij hackt volgens mij dit spel gewoon. Ja, ik heb ik moet deze door, dan ben ik aan de hek. Zo, wat een voeltje, joh. Voilà. Okay. Kom op, gelijk. Je moet weer gelijk komen. Ik denk niet dat het gaat werken. Of werken, lukken. Nee! Oh ja, daar kan je wel aan. Doe dat! Oh, doe dat! Nee! Oh, fuck! Oh! 1 punt! Ja, dat was de finish! We zijn wel anders! Ja! Remco mag zich na vandaag racemaster noemen en begint dit klassement met 9 punten. Sander heeft het goed gedaan en heeft 6 punten weten te behalen. Sonny heeft met de winst op Joost zijn eerste 3 punten kunnen halen. Wie weet dat deze punten nog essentieel kunnen zijn naar de volgende afleveringen. Dit was alweer de eerste aflevering van Game Session. Met in de volgende keer een andere game en de overige spelers die meestrijden om aan het eind van het seizoen de nummer 1 te zijn. Bedankt voor het kijken en tot dan!